Is dat nou uit een winkel of is dat gewoon... Zucht, wat zei u? Uit een winkel? Nee. Van een schoonmoeder. Van een schoonmoeder? Zo, een bijzondere schoonmoeder was dat. Ja, ze is er niet meer, maar... Nee, dat begrijp ik. Maar waarom filmen ze? Voor Hekkenzin, haargezine.nl. Nee. Nee, nou, het is pas 20 jaar op internet, maar okay. Maakt niet uit. Het gaat over Den Haag. En, ja. Maar leuk. Ja. Maar het is uit de hand gelopen hobby. Ja, dat geloof ik, ja. Ja, eenmalig. Maar, eenmalig. Ja. Kijken wat het doet. Ja. Een paar dingen zijn interessant. Als je dit bijvoorbeeld ziet. Ja. Dat is een... Er ging men vroeger, de vertegenwoordiger ging dan langs een schoenenzaak. Ja. En die ging dan proberen, met die potjes, daar zit dan schoensmeer in, probeerde dus zo'n potje, die potjes aan de man te brengen. Ja. En dan kon degene die de schoenen verkocht, die kon dan zeggen van, doe me hier maar een aantal van. En dan staat er een nummer bijvoorbeeld op, doe er hier maar 20 van, doe er daar maar 30 van. Ja, een soort demonstratiedoos. Demonstratiedoos. Ja. En hoe dat werkt, kijk, als je hier ziet, als je dit openmaakt. Er staat hier dus de olie in. Ja. En er staat hier het lontje. En dat lontje kan je verstellen van hoog naar laag toe. En dan maakt hij dat dicht. En hier heb je dus de binnenkant. Ongelooflijk. Ja, dit is heel leuk. Dus dit is echt vrij oud. Ja. Zie je? Ja. Hier zo. Olielampje. En hiermee werd hij op de fiets voorop. Ja. Had je ook een speciaal uitsteeksel aan. Moest je dan kopen. En je kon hem eroverheen schuiven. En zou iemand dat gewoon nog op zijn fiets doen? Ik wel. Voor de gein? Ja? Ik heb namelijk wat oude spul, een oude fiets, een oude motor. Ja, ja. En daar zet je dat spul van op. Heb ik nog een hele grote karbietlamp, dit is een olielamp. Ja. Maar daar zit... Zo'n karbiet staat in. Een karbietlamp op. Zo. Nou, en dit is ook uit Frankrijk. Die stofzuiger? Ja, die is heel leuk. Ja. En die stofzuiger, die... Zijn straks al. Nee, die kun je op een schaal doen. Ja. Dat je hier dus de stofzuiger hangen en hier de slang. Ja. En je had alle mogelijkheden om de stof uit elke hoek te pakken. Dus wat wil je nog meer? Dat was één kant bedrukt tussen aanhalingstekens. Kijk, je ziet dus aan de ene kant. Ja, zie je. Helemaal, dit is helemaal glad. Ja. En hier zie je dus de groeven. Ja. En dat was om meer te kunnen verdienen. Ja. Omdat, hier staat maar 1 liter op. Ja. Grappig, hè? Ja. Nou ja, wat is nog meer? Nou, die de Meccano-doos. Meccano-doos. Ja. Ja, dat is echt ongelooflijk. Die is uit de... Met tekeningen erbij en zo, van hoe wat je kan bouwen. Ja, voorbeelden. Dat is al alles. Ja, geweldig. Het is echt heel oud materiaal, zoals ook deze schooltas. Maar die verkoopt u ook? Wat zou dat kosten? Dit? Ja. Hier vraag ik 75 voor. Ja. Zelf opgedronken? Nee, ik haal niet meer uit. Aan mij is het niet besteed. Dat neem je niet besteed? Nee.